Met gezonde voeding bedoelen we voeding waarvan onderzoek heeft laten zien dat ze het risico op chronische ziekte verminderen en waarmee je zorgt dat je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt, maar niet te veel energie. Ook na een orgaantransplantatie is gezonde voeding belangrijk. Door gevarieerd te eten krijgt u veel verschillende voedingsstoffen binnen. Met gevarieerd eten bedoelen we het eten van verschillende productgroepen. Er zijn 5 productgroepen. Uit iedere productgroep haal je weer andere voedingsstoffen. We lopen ze allemaal even langs. Als eerste productgroep hebben we groente en fruit. In groente en fruit zitten veel vitamines, mineralen en voedingsvezels. Ons advies is om iedere dag minimaal 250 gram groente te eten en minimaal 200 gram fruit. Je komt aan 250 gram groente door bijvoorbeeld een handje snacktomaatjes bij je lunch te eten en 4 opscheplepels gekookte sperziebonen bij je warme maaltijd. Als tweede de eiwitbronnen. Vis, vlees, kip, ei, zuivel, noten en peulvruchten bevatten veel eiwitten. Eiwitten bestaan uit aminozuren, die gebruikt worden voor het opbouwen van spieren en lichaamcellen. Je kunt eiwitten eten van dierlijke producten en van plantaardige producten. De derde productgroep bestaat uit aardappelen, volkoren brood en andere volkoren graanproducten. Ze leveren belangrijke voedingsstoffen zoals eiwit, B-vitamines, ijzer, jodium en voedingsvezels. Eet hier elke dag van. De volgende productgroep is vet. Onze voeding levert 2 verschillende soorten vet, namelijk verzadigd vet en onverzadigd vet. Onverzadigde vetten zijn de goede vetten, die het risico op hart- en vaatziekten verlagen. Je vindt ze in plantaardige olie, zoals olijfolie, in vloeibare bak- en braadproducten, maar ook in noten en vette vis. Vet is een belangrijke bouwstof voor je lichaam en in vet zitten de vitamines A, D en E. De laatste productgroep is vocht. Voldoende vocht drinken is belangrijk, omdat vocht helpt bij het opnemen van voedingsstoffen in de darmen en bij het regelen van je lichaamstemperatuur. Kies voor suikervrije dranken. Denk hierbij aan water, thee en koffie met mate. Na een orgaantransplantatie heeft u een grotere kans op overgewicht. Dit komt onder andere doordat u medicatie gebruikt die de bijwerking kan hebben dat u meer eetlust krijgt, waardoor u sneller geneigd bent te veel te eten. Door te veel te eten ontstaat overgewicht. En overgewicht kan zorgen voor problemen met uw gezondheid, zoals suikerziekte of hart- en vaatziekte. Gezonde voeding helpt om overgewicht te voorkomen. Daarbij is het heel belangrijk om veel in beweging te zijn. Kijk voor meer informatie over beweging en training na orgaantransplantatie het filmpje van de fysiotherapeuten. Bij specifieke vragen kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts of diëtist.